over het coronavirus. Eet smakelijk trouwens. Ja, hoe kijk je daar tegenaan? Want ik begrijp hier in Deemsgaard dat alle desinfecterende gels intussen zijn uitverkocht sinds woensdag. Dat zou best kunnen. Ja. Ja, hoe ik erover denk. Ja. Nou, ik denk iedereen moet gewoon maar lekker rustig aan doen. Ja. En een griep is gewoon een griep. Ja, oké. Je relativeert het een beetje, begrijp ja, ik? Ja, ik denk als je verder gezond bent. Ja. En jaarlijks gaan in Nederland ook mensen dood aan de griep. Ja, alleen nu heeft het een naam. Ja, precies. En, ja, nee, maar goed, er is wellicht, een druk op. Ja, wellicht dat jonge mensen minder moeten vrezen dan ouderen. Nou, dat zal misschien dat dan zo zijn. Ja. Ja, oké. Ik vrees niks. Helder, dank je. Fijne dag nog. Het coronavirus, het leeft onder ons, in Deemsgaard ook al. Ik heb begrepen dat alle gels zijn uitverkocht bij de drogisterij. Hoe kijkt u er zelf tegenaan? Hoe bereidt u zich daar eventueel op voor? Nou, nee, niet echt. Nee, niet echt. Het is niet mooi. Nee, u bent er niet blij mee. Nee. U laat zich informeren via de officiële kanalen waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Oké, nou, bedankt voor de reactie en succes met de auto, want er was een klein probleempje, geloof ik. Nee, is opgelost. Het is intussen opgelost. Ja, oké, nee, nou, dat gaan we goed. Fijne dag. Ja, intussen ben ik twee jonge meiden aangekomen. Het coronavirus, hoe leeft dat bij jullie? Jullie hebben daar al ongetwijfeld over gehoord, neem ik aan, toch? Ja, ja klopt. Nou, en ja, hoe komt dat binnen? Ik ben er niet echt bang voor. Nee. Maar ja, je hoort er natuurlijk wel wat dingen over en zo, dat veel mensen het ook wel hebben. Maar niet dat ik echt bang voor ben. En doe je er eventueel iets voor? Ik bedoel, extra handen wassen of afstand houden zoals wij nu doen bijvoorbeeld? Ja. Ja, nou, ik ben er niet echt bang voor, maar zeg maar, als handen wassen en zo, ja. Ja. En wordt er op de scholen, want ik neem aan dat jullie nog allebei studeren, wordt daar aandacht aan besteed? Ja, dat wel. Er komt wel op het nieuws dat we dat zien en zo. Ja. En er wordt wel echt over gepraat. En praten jullie onderling als jongeren er ook over? Soms. Soms. Oké. Dus afwachten hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Ja. Oké, ik dank jullie wel voor de reactie. Geef. In Gardenberg. Dag mevrouw, goedemiddag. Het coronavirus, ik zal u niet vragen, heeft u er al over gehoord? Houdt u bezig? Ja, een beetje. Een beetje, zegt u. En wat betekent dat? Dat u extra inkopen doet? Of dat nee, u... hoor, helemaal niet. Nee. Gewoon... Zolang als ik nog niks hoef te doen, dan doe ik het nog niet. Oké, maar u merkt het ook in uw eigen omgeving dat mensen daarop reageren? Of dat dat een onderwerp... Nee, dat valt op zich wel mee. Oké, u blijft er zelf rustig. Heel rustig onder. Nou, oké, dankjewel voor uw reactie. Ja. Maar mag ik u wat vragen? Het coronavirus, houdt u dat bezig? Want ik zie dat u extra... Hebt u wat extra ingeslagen eventueel? Niet meer dan anders. Niet meer dan anders, dus. Maar het houdt u wel bezig? Nou, bezig niet. Je bent wel alert natuurlijk. Ja, oké, u bent voorzichtig. Maar u leeft gewoon een normaal leven. Zo is dat. Oké, dank u. Coronavirus, houdt jullie dat bezig? Ja, een beetje. Ja, in wat voor opzicht? Beetje? Nou, gewoon dat het... hoe moet ik dat zeggen? Ja, het komt steeds dichterbij. Ja, ik wou zeggen, het komt steeds dichterbij. Ja, oké. In Twente ook. En... Ja, toch wel een beetje nerveus aan het worden, zeg maar. Ja, oké. En doe je er ook iets voor? Ik bedoel, extra... Goed je handen wassen. Je volgt de instructies op. Ja. Oké, maar verder gewoon doorgaan met het leven zoals het is. Ja. Precies. Oké, dankjewel voor jullie reactie. Ja, mevrouw, het coronavirus, houdt u dat bezig? Ik lees wel in de kranten, net zoals nu, hier op de bibliotheek. Ja. En ik heb ook de laatste berichten, ben ik wel blijven volgen. En ik vond het wel spannend. Dat het nu in Nederland ook is, met de twee gevallen die er nu zijn. In Amsterdam, vlak daarbij, en Tilburg. Ja, en hoe kijkt u er zelf tegenaan? Hoe staat u erin? Neemt u al eventuele voorzorgsmaatregelen? Nee, absoluut niet. En die kapjes zijn juist helemaal niet goed. Mm-hmm. Want daar blijft iets in hangen en daar word je juist ziek van. Ja. Dus er zijn wel speciale kapjes, maar die verkopen ze hier nog niet. Maar u zei net, het is misschien wel goed dat iemand het virus krijgt. Ik vind het niet erg. Ik ben er niet bang voor. U bent er niet bang voor? Rond 20, 25 jaar ben ik niet ziek geweest. Geen griep gehad, niet verkouden geweest. Omdat ik gezond leef. Oké, gezond leven. Ik eet heel veel groente, heel weinig fruit. En als ik fruit eet, dan eet ik het op een lege maag. En dat hoeft maar een heel klein stukje te zijn. En al dat fruit eten zal maar flauwekul. Oké, u bent overtuigd dat uw weerstand wel behoorlijk goed is om... Ik heb weerstand en als ik het zal krijgen, ben ik sterk genoeg om
dat virus te doorstaan, okay. Waardoor ik weer antistoffen heb en ik dus weer sterker ben geworden. Ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor uw reactie en ik zou zeggen, laten we afwachten wat er allemaal gebeurt. Ja, ik ben ook heel benieuwd.